Car Wash Dodan, de modernste wasstraat van België. Pak nu als eerste uit met een polierstation voor een unieke diepglans en een langdurige bescherming. Ontdek nu dit verbluffende resultaat met ons nieuwe Gold-programma. Car Wash Dodan. Uw auto was nog nooit zo proper. Afgelopen zondag, 21 mei, organiseerde Vitam voor de 34ste maal dwars door Nienhoven. Elk jaar lokte deze jogging honderden deelnemers naar de atletiekpiste. Ook dit jaar was het opnieuw een spetterende editie. Het was van in de beginnen al genieten met onze kabouterloop en de jeugdloop. Eerst en vooral proficiat met de dochter. Ze heeft daarnet gewonnen met de kabouterloop bij de dames. Hè. De eerste prijs dat ze ooit behaalde? Nee, ze heeft er nogal gewonnen. Ja. Het is niet de eerste keer. Een beetje de ervaring van u blijkbaar. Ik loop gewoon mee. Ik doe het niet voor te winnen. Ik doe het gewoon puur om sportief te zijn. Ze is wel aangesloten bij de club zeker hier? Hè? Bij Eendracht Haals. Ja. En uw beurt komt nog? Ja, straks, hè, de 15 kilometer. Wat gaat u ervan maken, ook de eerste? Nee. Gewoon uitlopen op het gemakje. Bij de jongens, de eerste plaats. Is hij ergens aangesloten, mevrouw, bij een club? Ja, bij Vita. Ja, daar zit goed bloed blijkbaar, hè? Ja, dat is waar. Ja. Heeft hij ooit al prijzen gewonnen? Maar hij loopt wel vaak mee en hij heeft al een paar keer gewonnen, ja. En ik zie precies aan u tenue dat u straks gaat meelopen ook. We lopen samen nog eens de 5 kilometer mee. Toch nog? Ja. Met het stoontje? Met zeker, ja. En gaat dat lukken? Ja, ik denk het wel. We hebben dat nogal eens gedaan, dus... Bent u getraind daarvoor? Ja, ik train af en toe wel, ja. Ik ben Shari en ik ben 11 jaar. En de eerste plaats behaald hier vandaag. Had u het verwacht? Ja. Was het moeilijk? Nee. Bent u ergens aangesloten in een club? Bij ACG. En is het eerste maal dat u de eerste prijs behaalt of toch al meerdere? Al meerdere keren. En waar zo? Weet u de plaatsen nog? Hier ook al eens in Nienhoven. Oké. Okay. In ieder geval proficiat en geniet er verder nog van de eerste. Is iedereen klaar? Ja. 10. Oké, we gaan aftellen. 3, 2, 1, ha! Hey, come on, hè? Wel, we zijn de organisatie zeer dankbaar dat we die trainingen krijgen en dat we de gelegenheid krijgen om ons te tonen hier in de Heesport. Want ons wensen, ja, dat is ideaal om aan inclusie te werken. Dat is eigenlijk een integratieproject hier en dat is formidabel. Want het grote project begint eigenlijk komende week, hè, in Lommel, dacht ik? Inderdaad, met de Special Olympics. Daar nemen 3500 atleten deel. En Schoondraai is daar present met 41 atleten in verschillende disciplines, atletiek, pingpong, zwemmen, paardrijden, dat is fantastisch. Hè. Hebben jullie uitblinkers? Wel, er zijn toch altijd een aantal gouden medailles die er aan te pas komen, zilver en ook brons. Maar het zeer belangrijk is dat deelnemen belangrijker is dan winnen. Vraagt het een grote inspanning voor jullie zelf, voor de groep eigenlijk, om bij elkaar te houden zoiets? Wel, door de jaren heen zijn de atleten die spelen zeer goed op elkaar in. Er is een zeer hechte band onderling en ja, dat is eigenlijk een inspanning, niet zozeer. Het vraagt natuurlijk wat van de begeleiding, maar we krijgen enorm veel terug. Dag Quinten, proficiat. U hebt daarnet deelgenomen aan de 5 kilometer dwars door Nienhoven. Hoe was het vandaag? Een beetje minder. Warm, hè? Warm, ja. Ik vind dat Quinten het heel, heel goed gedaan heeft, want hij heeft niet zoveel kunnen oefenen en het was echt heel lang warm weer. En hij was ook vergeten om een bekertje te nemen om te drinken. Dus, Heel belangrijk bij zo'n weer, hè? Af en toe eens drinken? Zeker, zeker, ja. Na de kabouterloop en de jeugdloop kwam het grote werk naar boven. En dat op deze zonovergoten zondagnamiddag. Dus dwars door Nienhoven met de 15 en 15 kilometer. Onze lokale vedette, Davy van der Roos, die nog nooit in de prijzen viel in zijn eigen Nienhoven, was super gemotiveerd om van start te gaan voor de 10 kilometer. Ik denk dat dat op dit moment de beste keuze is voor mij. Omdat ik al een paar keer een paar goede resultaten heb gehaald na de marathon daarmee. Daarmee mijn keuze ook voor de 10 kilometer vandaag. In het verleden altijd het zwarte beest een beetje geweest voor u, Nienhoven? Ja, inderdaad. Ik hoop dat hier vandaag eigenlijk een beetje te kunnen verdrijven toch. En na 2 opgaves is het logisch dat dat een beetje in het hoofd speelt. Maar vandaag gaan we daar proberen een eind aan te maken en proberen een mooi resultaat te halen. Het belangrijkste is niet het podium, het belangrijkste is dat ik een goede tijd haal en dat ik gedaan heb wat ik kon. En dat is het belangrijkste. Wat is er in het verleden altijd gebeurd al? Ja, ik weet dat niet. Het is vooral in het hoofd dat het verkeerd zit zeker. Misschien een beetje te snel gestart omdat je wil je best doen voor eigen volk en dat daar een beetje van breekt. Ja, ik weet het niet. Ja. Nelly, proficiat, daarnet de 5 kilometer, hoe is het geweest? Heel goed. Heel goed. Doet u dat vaak zoiets? Ja, regelmatig. Mijn eerste 5 kilometer heb ik gedaan in 2004. En ik heb er 37 minuten over gelopen.
En ik heb nu 35 minuten 32. Niet slecht, hè? Dikke chapeau. Dikke proficiat daarvoor. En zoveel ouder. Van 2004 tot 2017, dat zijn 13 jaar. Ik ga net vragen hoe jong bent u. Ja. Ik word 75. Het is niet te geloven, hè? Nee, maar ik zeg 57. Ik draai dat om. Eerlijk gezegd, standnummerken. Zijn er nog die niet zouden kunnen? U bent de winnaar geworden van de 15 kilometer dwars door Nienhoven. Het kan blijkbaar de laatste tijd niet op hebben, u? Ja, de conditie zit echt super uit. Dus sinds begin van de zomer hebben we toch al enkele mooie prestaties geleverd. Dus ik zit duidelijk wel in de winning mood. Ik heb gisteren het Vlaams kampioenschap meegedaan. Dat was nogal een tactische bedoeling, maar met een snel eindschot. Maar ik heb toch de Vlaamse titel kunnen pakken. En dan vandaag wil ik me toch nog een keer laten zien voor, toch wel, ik woon in Gooik, maar Nienhoven is dichtbij. En ik train hier ook regelmatig op de piste, omdat bij ons in Aals de piste afgebroken is. Dus er zijn hier veel vrienden in Nienhoven en ik vond dat ik een keer naar hier moest komen om die mensen een plezier te doen. En ook gewoon om een goede training af te werken en dat is zeker gelukt. Zijn er nog belangrijke zaken die in de toekomst zitten aan te komen voor u, waar u zeker naar mikt? Ik ben nu eigenlijk aan het trainen, sinds vandaag eigenlijk, voor een goede halve marathon. Normaal gezien, 16 juni is het in Torhout, is het Vlaams kampioenschap halve marathon. Op de Nacht van West-Vlaanderen, dus daar wil ik wel goed uit de verf komen. En daarom zijn andere stratenwedstrijden ideaal als voorbereiding. Ninos Media is het regionale nieuwsmedium voor Nienhoven en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Nienhoven en de Denderstreek op ninofmedia@telenet.be of 0495 69 32 72.